Bij de aanslag op de woonboot vorig jaar april kwam de 53-jarige Frank Roemarousson om het leven. De dader gaf in de rechtszaak toe dat hij een aanslag pleegde op de verkeerde boot. De vriendin van het slachtoffer raakte zwaar gewond. Ik had op TBS gehoopt, maar dat zat er al niet in opgelegd zou worden. Waarom had u daarop gehoopt? Het zou ook beter voor hem zijn en misschien langer weg. Langer opgesloten. De rechter gaf alleen een celstraf omdat niet bewezen kon worden dat Milko G. een geestelijke stoornis heeft. Het Openbaar Ministerie vindt van wel. Nou, het doel is om iemand niet terug te laten keren in de maatschappij terwijl hij nog een gevaar kan vormen. En ja, de gevangenisstraf biedt daarvoor onvoldoende garantie. Hè. Als wij denken dat iemand een stoornis heeft, dat hij mogelijk behandeling nodig heeft, dan vinden wij het niet verantwoord dat hij zonder die behandeling weer opnieuw de maatschappij in komt. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.